Welkom bij Allemaal Almelo. We praten u bij over grote en kleine gebeurtenissen en evenementen in Almelo. Waarnemend burgemeester Willem Eurlings zwaaide deze week af. Bij zijn afscheid had hij nog een pittige boodschap aan de raad. Hij vindt dat er te weinig op hoofdlijnen gedebatteerd wordt en dat liet hij in zijn toespraak duidelijk weten. Verslaggever Jenny van Dorsten vroeg hem op zijn laatste werkdag hoe dat zit. Dan wil ik toch even weten, u hebt de raad gekapitteld, hè, in uw ene laatste raadsvergadering. Ja, ja, was dat nodig? Nou, ik vind kapittelen niet het goede woord. Ik heb wel gezegd, en dat meen ik ook oprecht, dat de gemeenteraad in Almelo, en dat komt natuurlijk ook door de geschiedenis, daar ben ik me heel goed van bewust, in mijn ogen het heft in handen moet nemen waar het gaat om de inhoud, om het geven van richting. De raad is erg veel bezig met procedures, dat zijn maar zo, maar ik heb ze voorgehouden, en ik vind dat woord kapittelen dan niet helemaal goed, van kijk nou eens hoe je als gemeenteraad richting kunt geven aan die stad. Dat is veel belangrijker dan iedere keer maar kijken of procedures kloppen en dat soort dingen. Dat is een hartekreet. Ik vind het geen kapittelen. Ik zag ook een kop, die vond ik eigenlijk veel mooier. Ik zag een kop in de krant en zei dat ik gezegd heb, de raad doet zichzelf tekort. De raad doet zichzelf tekort. Maar soms is het ook voor burgers in Almelo een beetje een Babylonische spraakverwarring, hè? Denkt u niet dat de kiesdrempel wat omhoog zou moeten? Nee, daar ligt het absoluut niet aan. Dan wordt dan gezegd, we hebben zoveel fracties. Dat is, want in Hoogveen zijn er ook 11, in een heleboel andere gemeenten zijn er ook 10. Dus daar zit het niet in. Het zit erin dat we een, en dan was het heeft de geschiedenis, en die begrijp ik ook, te maken dat we erg gefocust zijn op procedure, op informatie, op vorm. Terwijl ik denk van gemeenteraad, zeg nou welk kant je op wil. Straks meer, dan hoort u van Willem Eurlings hoe hij terugkijkt op een half jaar Almelo. Over 2 weken wordt het stadhuis officieel geopend. Nu nog wordt aan de buitenkant gewerkt en aan de waterboulevard. Deze week werd een grote A geplaatst. U heeft deze A ontworpen? Nou, het hele kunstwerk voor het nieuwe stadhuis, hè? Zowel binnen als buiten. Dus ook de letters hiervoor, ja, en alles? Alles vormt samen het woord Almelo, hè? Maar op de gevel staat stadhuis en hier voor de deur in de verschillende wijzen, zeg maar het woord Almelo. Maar ik zie maar één O. Had u graag wat meer die O wat willen benadrukken eigenlijk? Nou, die wordt vaak wel zo uitgesproken. Ja, nee, dat weet ik, maar ik heb hem een beetje laten dansen, want die andere letters die zitten allemaal aan de kade of in de kade en die O niet. Dus die gaat even omhoog, zeg maar. Hè? En daar is wel over nagedacht. Een beetje eigenlijk een mijn manier om de stad Almelo vorm te geven in die letters. Dat het als het ware een beetje een stedenbouwkundig geheel is. De wijken, de verschillende bouwdelen van de stad. Samen vormen de letters eigenlijk de stad. Als een soort maquette. U bent de bouwer van de grote A. Ja, het bedrijf is Composite Technology Center. Is gevestigd in Hengelo. We zijn de bouwer van de aarde, klopt. Ja. En het materiaal, dat komt van Tenkate? Ja, het materiaal is een vezelversterkte epoxy. Composiet materiaal, dat is door Tenkate geleverd, dat klopt. Ja. Over het algemeen geldt dat als je iets in composiet maakt, dan is het vaak de helft lichter dan wanneer je dat in staal zou doen. Onze geschiedenis ligt in Almelo. Daar heeft vroeger een fabriek gestaan waar wieken werden gemaakt. Aha. En sinds die niet meer bestaat zijn er een aantal spin-offs van ontstaan. Daar zijn wij er eentje van. Dat de vezels die eigenlijk voor de sterkte en de stijfheid zorgen, van tevoren al voorzien zijn van de hars. Die is er als het ware opgesputterd. En dat betekent dat je, die lagen zijn ook plakkerig. Die leg je op die manier op elkaar op de mal. Die blijven ook mooi liggen dan. Die breng je onder vacuüm en onder wat hogere temperatuur. En dan gaat de hars vloeien. Die is voorgemengd, dus dan gaat die ook reageren. En op die manier krijg je volledige benatting van de vezels. En tegelijkertijd gaat het uitharden tot een harde kunststof. En dat duurt ongeveer een nacht en dan heb je een harde plaat, zeg maar, gemaakt. Ja. Burgemeester Jon Hermans begint komende week weer met haar werk na een afwezigheid van ruim 6 maanden. Willem Eurlings maakt plaats en met hem blikken we terug op dat half jaar in Almelo. Burgemeester Eurlings, ja, dat is de laatste keer waarschijnlijk dat ik u zo aanspreek, hè?
Ik denk het wel. Vandaag is de laatste werkdag hier in dit prachtige stadhuis. En ja, je ziet, je hoort ook volop lawaai, er wordt heel hard gewerkt. Volgende week is die waterboulevard klaar. En dan hebben we... Moet die klaar zijn, hè? Ja, en dan hebben we ook een hele mooie stap gezet. In de, noem dat heel mooi, de rehabilitatie van die binnenstad. Hoe kijkt u eigenlijk terug op uw tijd hier? 6,5 maand, hè, in Almelo? Ik kijk erop terug met aan de ene kant ongelooflijk veel plezier. Ik vind het werk als burgemeester nou eenmaal hartstikke leuk. Heel boeiend, heel interessant. Het was ook wel vrij pittig, want er is veel aan de hand in Almelo. Er moet ook een samenleving, een stad die werkt aan zijn toekomst, moet bezig zijn, moet perspectieven zoeken. En dit is hier een voorbeeld van, dat stadhuis, die waterboulevard. Daarmee laten we zien van, Almelo, wees trots op jezelf. En er staat daar die grote hoofdletter A. En nou, daar heb ik een beetje de kreet, die heb ik een beetje gestolen, moet ik eerlijk zeggen. Maar dan zeg ik Almelo met een hoofdletter A. Wij proberen dat eens in je hoofd te krijgen. Probeer dat erin te houden. We hebben wel eens de neiging om een beetje in onze schulp te kruipen. Maar dan denk ik van, hup, ga recht staan. Je hebt een heleboel in handen. Zowel in je stad als in je woonwijken. Als in het voorzieningenniveau. Almelo heeft gewoon alles. Zegt iemand die eigenlijk van buiten Almelo komt. Ja, dat is natuurlijk ook het voordeel van als je van buiten komt. Dat je dan ook een beetje van buiten naar binnen kijkt. En als ik dan van buiten naar binnen kijk, dan denk ik Almeloers, je hebt heel veel reden om trots te zijn op je stad. En natuurlijk, er moet heel veel gebeuren. En dat is maar goed ook, want als er niks meer hoeft te gebeuren, dan leven we in een museum. Dus er gebeurt heel veel. En het geldt niet alleen voor de stad, maar dat geldt ook voor het verenigingsleven, voor het voorzieningenniveau, voor half 88, voor het theaterhotel, voor de sportvoorzieningen, de ISPA, noem het allemaal maar op. We hebben hier een heleboel voorzieningen waarin die samenleving goed kan gedijen. En uiteindelijk gaat het daar natuurlijk om of de mensen die hier wonen, van welke kleur of afkomst dan ook, hier kunnen samenleven. Tot slot, wat gaat u doen nou? Hè? Want u hebt nog niks meer te doen, hè? Nou, ik heb nog een aantal kleine klussen, die blijf ik gewoon doen. Ik zit een raad van commissarissen voor van een grote woningbouwvereniging in Drenthe. Ik doe wat landinrichtingscommissies, wat overlegorganen rond het vliegveld. Dat blijf ik doen. Maar ik word 65. En ik vind dat als je 65 bent, je ook van jezelf moet weten. Doe nou maar eens een stap terug. Almelo kwam voor mij redelijk onverwacht. Ik noem het maar een hele onverwachte meevaller. Dit nog 6,5 maand te hebben mogen en kunnen doen. Nou ja, sommige mensen zeggen ook, ik stort me in de familie. Ja, dat heb ik nooit nagelaten. Wij zijn sinds een jaar opa en oma. Dus dat is al heel leuk. En de tweede komt eraan. Rond 1 juli komt er weer zo'n klein wurm. En dat is gewoon ontzettend leuk. En ze wonen in Groningen. Dus dat is niet zo heel ver weg. En dat is ook heel leuk om daarmee bezig te zijn. Om dat te zien hoe je kinderen ook weer groot worden, ook weer een plekje in die samenleving moeten vinden. Ik blijf het allemaal hartstikke boeiend vinden. Hebt u nog een wens voor Almelo? Ja, dan sluit ik even aan. Letterlijk en figuurlijk, Almelo, maak je hoofdletter A waard. Dank u wel, burgemeester Uerlings. Dank u wel. Ja, trots op Almelo en op het nieuwe stadhuis. Maar wat moet er met het oude stadhuis gebeuren? Dat is nog lang niet duidelijk. Architect Guus Seilemaker uit Almelo maakte zich druk voor om het te behouden. Hij was erbij toen de raad er dinsdag over sprak. Ik vind het jammer dat de besluiteloosheid blijft, geen actie ondernomen wordt. Iedere keer wordt gesproken over afbraak, er wordt niet serieus nagedacht over hergebruik. Dat zou op zijn minst moeten, om te zorgen dat daar ook initiatieven in ontplooit worden. Iedereen die denkt aan hergebruik, die haakt af, omdat er alleen maar gesproken wordt over afbraak. Dus laten we zeggen, vanuit het gemeentehuis en alle mensen die daarbij betrokken zijn, blijven mensen maar praten over afbraak. En iedereen die serieuze plannen heeft. Ja, moet jij nou niet doen? Nee. Ik heb het ook niet over afbreken, ik heb het over hergebruiken. Maar dat is het probleem. Er wordt geen energie ingestoken. En we hebben plannen.
Boei, onze ontwikkelaar op dit moment waar wij mee spreken, die is met financiers aan het praten. En ik heb goede hoop dat dat positief ontwikkelt en dat dat een positief afloop krijgt. Dat die met een bod gaat komen. Want de vorige initiatiefnemer die met ons mee wilde doen, die heeft afgehaakt omdat hij veel te lang heeft moeten wachten op antwoord. Die vond het niet meer zinnig om daar zijn geld voor te reserveren. Van Almelo naar Rio is het thema van de Olympische sporters. En Almelo heeft er maar liefst twee. Iris Tjonk gaat voor meerdere afstanden bij het zwemmen en Reshmi Ogink is al een gevestigde naam in het taekwondo. Samen met het sportbedrijf volgt Avisi de sporters op hun weg naar Rio de Janeiro in 2016. Op Facebook via de pagina Van Almelo naar Rio en natuurlijk ook via tv en internet op avisi.nl. De sporters maken zelf filmpjes van wat ze meemaken tijdens hun trainingen en voorbereidingen. Zo was Iris Tjonk afgelopen week aan het trainen in het 50 meter wedstrijdbad van Drachten. Reshmi Ogink is op dit moment in het Russische Chelyabinsk bij het wereldkampioenschap. Dit weekend gaat ze er vol voor om het eerste goede resultaat neer te zetten op weg naar Rio. Hier een paar beelden van de training in de wedstrijdhal als voorbereiding op het toernooi van dit weekend. Ook zeer sportief, maar dan voor het goede doel, de Europa Run 2015. Op eerste Pinksterdag is Almelo opnieuw doorkomststad van dit jaarlijkse evenement. Honderden teams met lopers en fietsers over een afstand van meer dan 500 kilometer van Hamburg naar Rotterdam. In de loop van de middag komen ze door Almelo en Bornebroek. Hier ziet u hoe de doorkomst er vorig jaar ging. En Amaliaplein werd het Europa Run City Festival gehouden. Team Almelopers rende ook door hun stamkroeg, proeflokaal België, zodat ze door drie landen hebben gelopen. De Almelopers doen dit jaar met twee teams mee, met nummers 260 en 261.
Kom ook kijken langs de route of op het Marktplein op Eerste Pinksterdag. Over 2 weken is er opnieuw een musical spektakel in Almelo. Musicalvereniging Servus brengt Romeo en Julia. En 31 mei. Indiëterrein Almelo. Romeo en Julia. Kijk voor kaarten op onze website. 2 Almeloze zakenlieden, Lex Brouwe en Sander Herman, bleken onafhankelijk van elkaar te experimenteren met 3D-printers. Na 18 maanden van voorbereiding hebben ze samen een bedrijf opgericht voor 3D-printopdrachten. Een demonstratie op de Almeloze markt op Hemelvaartsdag trok de nodige aandacht. Wij hebben het 3D-printen ontdekt, 1,5 jaar geleden. En ja, we zijn daar een beetje verslaafd aan geraakt. Ik en mijn vriend Lex Brouwer, die zijn een jaar aan het prutsen. En de resultaten die we nu geboekt hebben zijn welvarend, kan ik wel zeggen. Ja, we kunnen koffiekopjes printen of paperclips, maakt niet uit. Alles wat in de computer ontworpen kan worden, kunnen we printen. Maar we gaan zelfs verder. We kunnen mensen inscannen en daar borstbeeldjes van printen, bijvoorbeeld. In kleur, of in zwart, of in full color. Dat inscannen, dat is niet schadelijk voor de mensen? Nee, is niet schadelijk. Nee, het is net zoals een foto maken ongeveer. Zo moet je het zien. Ik denk dat het nieuwe business is. Het staat nog behoorlijk in de kinderschoenen. Maar ik denk dat in de toekomst, binnen een aantal jaren, dit gewoon... De orde van de dag is. Alleen, ja, je moet natuurlijk naast het aanschaffen van een printer, moet je ook weten hoe je ermee mee werkt. En dat is best een heel uitgezoek natuurlijk. Dus ik denk dat uitbesteden voor hun makkelijker is. Het kan natuurlijk zijn dat mensen een ontwerp in een computer hebben die geprint moet worden. En als je niet veel print, ja, is het natuurlijk niet interessant om zelf die investering te doen. En wij moeten maar kijken wat er op ons afkomt, maar ik heb er goed gevoel bij. Ten slotte nemen we u nog weer even mee op de fiets door Almelo. Deze keer het Windmolenbroek.
Tot zover het Allemaal Almelo weekoverzicht. Terugkijken kan via onze website www.avisie.nl. Vanaf volgende week vrijdag is er weer een nieuw weekjournaal. Tot dan! Kaarten op onze website.